Als het aan het Rode Kruis ligt, krijgen scholieren een nieuw soort les op de middelbare school. Ja, inderdaad, EHBO-les. Want op dit moment is het zo dat slechts 17% van de bevolking een geldig EHBO-diploma heeft. Ja, hartstikke weinig natuurlijk. Terwijl iedereen wel natuurlijk in een situatie kan komen waarbij het hartstikke handig is om dat te hebben. In Amerika zijn die lessen er al langer en daar werpt het goed zijn vruchten af. Vorige week nog redde een 9-jarig meisje uit de VS, dus haar beste vriendinnetje, die stikte in haar eten. Ja, daarom begint het Rode Kruis nu dus samen met een groep artsen een grote actie om dat idee op de politieke agenda te zetten. En er zijn 40.000 handtekeningen voor nodig. Als Rode Kruis vinden wij het heel erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat je moet doen als er iets gebeurt. Het is ook heel erg belangrijk, want de overlevingskansen van mensen nemen enorm toe. En wij denken dat als de jongeren dat al leren op de middelbare school, dat we daarmee een enorme slag maken. Nou, je moet je bijvoorbeeld voorstellen, zoiets als een herseninfarct, wat 125 keer per dag ongeveer voorkomt in Nederland. Hoe eerder we dat herkennen, hoe eerder iemand met een herseninfarct in het ziekenhuis is, des te groter is de kans dat hij bijvoorbeeld niet in een verpleeghuis terechtkomt. Wat blijkt is dat het echt aannemelijk is dat de kosten die we moeten maken om EHBO in het onderwijs te krijgen, dat die verreweg opwegen tegen de winst die we halen uit de verlaging van de kosten in de zorg. Maar 17% van de Nederlanders heeft een EHBO-diploma en dat is heel erg laag. En in veel landen is het bijvoorbeeld onderdeel van je rijbewijs of krijg je dat elders bij de atletiekclub of wat dan ook. En wij vinden dat we daar in Nederland toch wat serieuzer mee om moeten gaan. En we denken dat middelbare school daarvoor het beste is. Dus deze oproep om het op de politieke agenda te krijgen. Meneer Buma, steunt u dit idee? Nou, ik vind het een hele goede oproep van het Rode Kruis. Terecht, heel veel dingen leer je wel. Als je autorijden leert, dan leer je dat allemaal. We leren op school verkeersles. Maar eigenlijk moet iedereen dit ook kunnen. Dus ik vind het een hele goede oproep. Dus u wilt dit eigenlijk ook? Nou, en of, de vraag wordt natuurlijk hoe. En de verplichtingen en scholen of op een andere plek. Wat mij betreft is dat voor later. Daar moet men naar kijken. Maar dat het eigenlijk niet normaal is dat maar zo weinig Nederlanders in Nederland een EHBO-diploma hebben, daar ben ik het zeer mee eens. Nou, hoe zit het eigenlijk hier aan tafel? Hebben jullie een EHBO-diploma? Ja, ooit is iets op de lagere school gehaald. Ja, maar ik zat te denken bij het filmpje. Mijn dochter heeft het op de lagere school al gehad. Dus die heeft dat in groep 8. Oké. Ja. Nou ja, het zal niet, ik bedoel, misschien dat ze met moeite de stabiele zijligging kan doen. Maar goed, het feit dat het begint, dat is in ieder geval het begin. Dus ik ben daar eigenlijk wel voorstander van. Maar heeft ze dan ook echt een certificaat gehaald? Of is het alleen maar een les geweest? Want dit gaat er echt om dat ze ook echt een officieel certificaat krijgen. Ze hebben wel iets gekregen aan het eind, maar daarom zeg ik, ze heeft geen volwaardig EHBO-diploma daar gehaald. Maar om nu gewoon de basisbeginselen en dan dat verder uit te breiden, ik vind dat wel een heel goed idee. Goed, dan.